Je hebt je boekje weer bij je. Ja. Jij leest altijd voor aan je vriendinnetje voor het slapen gaan en andersom ook. Alleen, ik heb iets voor je geregeld. Je gaat zelf niet voorlezen vandaag. Want waar lees je altijd uit voor? Uit welk boek? Toon Tellegen, Het Geluk van de Springkaan. Kijk eens achter je. Nou, meneer Tellegen! Ja. Nou, goedemiddag. Hallo. Tommy Verschuren. Ja. Groot liefhebber van uw werk. Nou joh. Ja. Nou joh. Meneer Tellegen, wat fijn dat u er bent. Ja. Ik weet niet, ik denk dat u niet heel vaak 3FM meer luistert, hè? Nee. Hè, zonde. Nee, maar op maandagmiddag hebben wij altijd de voorleesmiddag met Domien. Ja. En die leest dan voor uit uw werk. Want het is en heel mooi geschreven, maar er zit ook altijd nog wel een moraal in het verhaal. Ja, dus dan proberen we de mensen ook nog wat mee te geven en een rustmomentje te creëren. Ja. Dus Domien is heel groot fan van u. Nou, dat is leuk. Was u ervan op de hoogte dat dit al iedere maandag gebeurde sinds een maandje of niet? Totaal niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. Wat grappig. Ja, het leuke is dus, het is eigenlijk per ongeluk ontstaan. Ik denk inderdaad een maand geleden, toen vertelde ik tegen Frank dat ik dus iedere avond voorlees aan mijn vriendin en mijn vriendin aan mij. Ja. Dus om de beurt. Ja. En daar kwamen ook heel veel reacties op binnen van mensen die dat dus ook doen. Ja. Er zijn dus heel veel stellen, jonge stellen in Nederland, die lezen uw werk voor aan elkaar. Dat hoor ik wel eens, Dat is toch, ik vind het super cool. Een heel mooi idee. Ja, dat is mooi. En u bent er hier, Toon Tellegen, auteur dus. En u heeft een boekje meegenomen, gesigneerd er wel voor Domien, als cadeau? Ja, dat is, nou ja, ik zal het zo meteen nog signeren. Okay. Maar ik heb een boekje voor je namens de uitgever, Querido Kinderboeken. Voor jou, voor je jubileum, op een ochtend, vroeg in de zomer. Fantastisch. Met ook dierenverhalen, geïllustreerd door Sylvia Weven. Dank je wel. Dat is een nieuw boek. En meneer Tellegen, En ik heb ook nog een cadeautje. En dat is de luister-cd. Ik weet niet of je die kent. Nee. Want ik treed al heel lang op met een quintet. Met het programma Het Geluk van de Springkaan. Nee. En dus er zit muziek onder. Dit is een luister-cd ervan. Ja. Geweldig, dus dit zijn dan de verhalen verteld en ook nog... Nou, ik in het publiek, voor in zalen, met het quintet van Corrie van Binsbergen. Met Corrie van Binsbergen, Albert van Veenendaal, Joost Buijs, Hein Offermans en Ellen Purvis. Dat doen we al 12 jaar, hoor. We doen al, maar je hebt dus nu met muziek eronder, Do. En de stem van meneer Tellegen. Meneer Tellegen. Ik lees het voor, hè, zonder de muziek dan. Nee, oké, maar dat zit er allemaal in elkaar verweven. Hier gaat het ook voorlezen, zonder muziek. Ja. Gaat uw gang en dan gaan wij met heel Nederland. En Domien, je hoeft dit keer niet te lezen, maar lekker te luisteren. Naar u luisteren, naar een mooi verhaal van Toon Tellegen, uzelf. De neushoorn en het nijlpaard kwamen ongeveer tegelijk de winkel van de springkaan in. De springkaan stond achter de toonbank en pakte juist een klein schaartje in dat hij aan de marter had verkocht. Alsjeblieft, marter, zei hij. Dankjewel, springkaan, zei de marter. Hij ging met het schaartje de winkel uit. Wie is er nu aan de beurt? Vroeg de springkaan. Ik, zei de neushoorn. Oh nee, ik, zei het nijlpaard. Oh nee, ik ben het eerst aan de beurt. Ja, maar ik kwam het eerst binnen. Maar ik stond al een tijd voor de etalage naar binnen te kijken. Voor de etalage. Wat is nou voor de etalage staan? Ik wilde vanochtend vroeg al wat gaan kopen. Ik was dat gisteren al van plan. Gisterochtend heel vroeg, toen ik nog maar net wakker was. En ik eergisteren. Eergisteren? Jij weet niet eens wanneer het eergisteren was? Jawel hoor. Wanneer was het dan? Het nijlpaard dacht even na. En zei toen... Ik was vorig jaar, nog voor mijn verjaardag, al van plan om vandaag hier iets te kopen. Wat was je dan van plan te kopen? Vroeg de neushoorn. Ja, vorig jaar. Dat is zo lang geleden. Hoe kan ik dat nou nog weten? Ik wou het nog heel veel langer geleden. Maar ik wou het al toen jij nog niet eens bestond. Oh ja? Toen bestond jij ook nog niet. Nee, maar ik wilde het wel, zei het nijlpaard. Mijn wil bestond eerder dan ik. Die hing al in de lucht toen er nog niks bestond. De hele wereld niet, de zon niet. Het was nog helemaal donker en koud en stil. Maar mijn wil om vandaag hier in de winkel van de springkaan iets te kopen... die zweefde al rond. Het was even stil. Toen zei de neushoorn, zullen we thee gaan drinken? Waar? Vroeg het nijlpaard. Bij mij? Heb je er iets bij? Hooi met honing? Dat is goed. Ze gingen de winkel uit en liepen het bos in. De springkaan hoorde de neushoorn nog vragen. Kan jij eigenlijk de tango, nijlpaard? Jawel hoor. Zullen we die dan straks gaan dansen? Dat is goed. Ik leid wel. Toen hoorde de springkaan ze niet meer. De tango, dacht hij. Die heb ik nog nooit gedanst. En hij wou dat het winter was. En heel koud. En dat er één klant was die niets wilde kopen. Maar wel met hem wilde dansen. Eerst een wals en dan
de tango. Wauw. Meneer Tellegen, dank u wel dat u er was. Domien, een hele fijne 10-jarige feestje zometeen. Ja, dank je wel.